Wat een bijzondere eer. Dankjewel. Ik heb mijn mooiste jurk voor jullie aangetrokken. Voor twee redenen. Omdat ik dus vanaf zaterdag, eigenlijk maandag, bij de faculteit Educatie kom te werken om me volledig in te zetten voor docentprofessionalisering. Om op die manier mijn bijdrage te leveren aan onderwijskwaliteit. En ten tweede, omdat dit natuurlijk een bijzondere dag is, want we staan aan de vooravond van een nieuwe lichting. Een nieuw product brengen we op de markt, waar ik zo meteen op terugkom. Dus mijn mooiste jurk speciaal voor jullie. Nu leid ik docenten op en zeg ik altijd, maak eerst even kennis met die zaal. En daarvoor wil ik jullie vragen, kijk eens naar links en kijk eens naar rechts. Als het lukt, naar achter en naar voren. En wissel even in 10 seconden uit, wat brengt je hier? Nou, vertel. Goedenavond. Hallo, wat brengt u hier? Geen idee. Geen idee. Wat leuk. Ja. Ja. Ja, dat weet ik. Welkom. Dag Geri, dat is leuk. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En Tom de Graaf? Ja, oh, voorzitter. Ja, ja, ja. Dankjewel. Wat leuk. Ja, mooi. Allemaal mensen, die weet ik. Wij kennen elkaar nog niet. Raad van Toezicht. Ha, wat leuk. Welkom, wat leuk. Nou, zie dan maar de zaal weer stil te krijgen. En dit is precies wat er dan gebeurt. Nou heb ik de hele zaal mee en zie ze maar weer terug te krijgen. Zo gaat dat, hè? Nou vind ik het natuurlijk ook altijd leuk om even te weten, met de zaalkennis te maken. Studenten, waar zitten jullie? Ha, fantastisch. Collega's, docenten, waar zitten jullie? Oh, dat zijn heel wat. Best management, college van bestuur, alles wat hier richting geeft. Wat mooi. Alles wat ondersteunende dienst is. De onderste... Ah, fantastisch. Wat prachtig. En uiteindelijk vertegenwoordigers van de samenleving. Wie is hier niet werkzaam? Wie komt van buiten? Wat mooi. Vertegenwoordigers uit de samenleving. Want mijn verhaal gaat over de relatie tussen jullie en ons. Ik ben hier gevraagd om wat te vertellen over... Sas, wat is de relatie tussen de docent en de samenleving? En dat vind ik een fantastische vraag. Want als docent doe je niet anders dan werken voor de samenleving. En hoe doe ik en hoe doen wij dat als docenten? Via onze studenten. Het mooiste wat je als docent weet te creëren, is dat jullie studenten verder komen dan wij ooit zijn geweest. En ik noem het standing on the shoulders of giants. Hoe groter wij zijn, hoe verder we jullie kunnen brengen. En ik weet niet of jullie de Olympische Spelen hebben gezien van de zomer. Dames en heren, Epke Zonderland. Van genoten. Heeft iedereen het gezien? Speciaal voor thuisgebleven. Ik heb het ongeveer 682 keer gezien op uitzending gemist. En ik dacht, ik laat het nog een keertje zien. Want ik wil graag met jullie kijken naar de beelden van zijn afsprong. Dit moment. Want dit gaat wat ik elke student gun. Het allerbeste uit jezelf halen. Iets doen waarvan je denkt, ik kan niet beter dan dat. Landen, en nu gaat het om de volgende blik. En ik wil jullie graag nemen naar deze blik. Hier komt hij. Beste student, ik hoop dat je deze blik gaat hebben. Als je die blik hebt, hebben wij het goed gedaan. Dat je van jezelf weet, ik heb het allerbeste uit mezelf gehaald. Of je goud wint, dat weet je niet. Want dat ligt aan de omgeving. Je weet alleen maar, heb ik het allerbeste uit mezelf gehaald. En dat gun ik jullie. En dat betekent voor onze docenten dat wij het allerbeste uit onszelf moeten halen. Want wat mij betreft vind ik de grootste held van mij was Jaco Verharen. Kent iemand hem? Zwemcoach. Weet je hoeveel van zijn pupillen, hoeveel gouden plakken hij binnen heeft gehaald? 10. Ik ken geen andere atleet volgens mij in Nederland die 10 gouden plakken heeft. Dus Jaco Verharen is in staat om 10 van zijn pupillen goud te doen winnen in een klein kikkerlandje. Die gast is goud waard. En dat vind ik wat wij als docent doen. Want weten jullie wat Epke deed nadat hij van de mat afstapte? Zijn coach bedanken.
En ik heb van de zomer heb ik een bergtop beklommen. En als je boven de bergtop staat, heeft iemand het een keer gedaan? Het eerste wat je doet als je bij de top aankomt? Wat is het eerste wat je doet? En je gids bedanken. Want uiteindelijk... Als je met een gids bent. Dank je, Cor. Ook, altijd baas boven baas. Maar goed, ja, ik had een gids bij me. Maar het gaat erom dat je je gids verder brengt dan jij ooit bent geweest. En beste docenten, daarom zet ik mij zo in voor docentprofessionalisering. Want laten we wel wezen... Als je zegt, standing on the shoulders of giants, gaat het over hoe groot wij zijn. En dat betekent, wij hebben twee vakken als docenten. Je inhoudelijke vak, maar ook je didactische vak. En de kunst is dat jullie studenten bij ons wat echt kunnen halen. Dat je bij ons in de klas komt, dat je er beter uitkomt dan je erin kwam. Dat je leren leuk vindt. Want als je leren leuk vindt, dan blijf je een leven lang leren. En zo kom je ooit verder. En ik ben mijn ouders voor heel veel dingen dankbaar. Maar een van de dingen waar ik ontzettend trots op ben, is dat mijn vader 79 is, mijn moeder 76. De een zit op Engelse les en de ander op Spaans. Alleen maar omdat ze leren leuk vinden. En daarmee geven ze mij een fantastisch voorbeeld mee. En dat betekent, een andere als docent, op het moment dat je de klas instapt, is dat het moment dat het toe doet. Als docent leef je een topprestatie in je klas. En ik weet niet, een andere held van mij, sommige mensen weten, ik hou van hardlopen. Grote held, Usain Bolt. Wie kent hem niet? Die man is in staat om in 80 meter 43 kilometer per uur te lopen. Onvoorstelbaar. En weten jullie wat hij de 10 seconden ongeveer doet voordat hij begint? Wie weet het? Wat doet hij de 10 seconden? Wie kent de beelden? Vlak voor zijn start. Lachen? Heel goed. Lachen? Wat doet hij nog meer? Lachen? Zullen we even kijken? Uiteraard weer beelden. De beelden zijn donker, maar ik wil ze heel graag laten zien. Want jullie begrijpen, dit heb ik 80 keer gezien. Usain Bolt. Je ziet hem hier geiten, je ziet hem hier glappen. Het gaat om deze blik. En ik zou als docent wil je graag met zo'n blik de klas ingaan. Dat je zin hebt om les te geven. En weet je hoe je zo ontspannen kan raken? Waarom die kan geiten? Omdat je weet dat je het kan. Ik ben ervan overtuigd, je kan ontspannen en je kan pret hebben als je weet, ik kan het. En Usain Bolt heeft natuurlijk in zijn training al lang zijn wereldrecord een keer gelopen. Hij weet dat hij het kan. Het enige wat hij gaat doen, is het nu laten zien. Maar dat hij het kan, dat weet hij. En dat betekent ook dat ik als docent zo sta voor trainen. Want zodat je ontspannen de klas in gaat, omdat je het al lang een keer in je training hebt laten zien. Dus dat vind ik vanuit de docenten, hoe breng je studenten naar de top door zelf een topprestatie te leveren. En nu gaat het uiteindelijk ook over welke top hebben we dan eigenlijk. Ik hoop dat we hier als hogeschool komend jaar voor een topprestatie gaan. En ik hoop wat je daarvoor nodig hebt, over welke top hebben we dan precies. Gaan we voor een 100 meter of gaan we een marathon lopen? Gaan we zwemmen? Gaan we kogels stoten? Wat gaan we hier doen? En dat is een van de dingen waarvan ik alle management, college van bestuur, welke top willen we nou eigenlijk precies halen? Zodat we daarop in kunnen tekenen en er daar volledig voor kunnen gaan. Dat is één. En het tweede is, er zijn hier bergbeklimmers, hè? Cor, gaan we weer. Als je een bergtopje beklimt, zit je aan een touw. Ben je eens? Oké. Dan komt het zo. Weet jullie eigenlijk, waarom zit je in een touw als je aan een top klimt? Waarom zit je met elkaar in een touw? Zeker. Om jezelf te zekeren. Dat als degene voor jou valt en in de gletsjers spleet, dat jij hem tegenhoudt. En er zit een bepaalde lengte in dat touw. Weet jullie waarom, hoe groot de lengte ongeveer is? 8 meter, dankjewel Cor. En waarom heeft het die lengte? Zodat je namelijk in je eigen tempo omhoog kan lopen. In je eigen tempo naar beneden kan lopen. Maar nog steeds, als dat misgaat, elkaar kan opvangen. En dat is op het moment, voordat wij de top opgingen, heb je al een week met elkaar getraind. En de dag ervoor zei de gids tegen een van mijn genootjes, sorry, je kan niet mee. Want in de training viel zij elke keer, waardoor ik elke keer mee viel. En dat is een shitmoment.
Ik heb het gezien, want ik zat ernaast, zij mocht niet mee. Maar uiteindelijk was het voor iedereen beter, omdat je met elkaar op een touw zit. Wil je een topprestatie leveren, zit er een bepaalde spanningsbreedte in. En daar wil je zorgvuldig voor zijn. En dat brengt me uiteindelijk, waar is onze samenleving, de vertegenwoordigers op de samenleving? Wat is onze relatie uiteindelijk? Want uiteindelijk, waarvoor we jullie nodig hebben, is waar hebben jullie behoefte aan? Vertel ons, heb je behoefte aan gewichtsheffers, aan 100 meterlopers, aan marathonlopers? Wat is het? Zodat we daarop kunnen koersen. Want ik hoop uiteindelijk dat jullie agenda bij je hebben, zodat je in kan tekenen op de diplomering volgend jaar. Want volgens mij, iedereen hier zou het fantastisch vinden als jullie met je slaapzak voor de deur liggen, omdat er een nieuw product op de markt komt. Onze nieuwe studenten, onze iPad, wat is het? 4. Dat jullie niks liever willen dan onze studenten aannemen. Dat jullie ze de kans geven om het waar te maken daar. En dat is hoe ik onze relatie zie tussen de docenten en de samenleving. Dat we met elkaar uiteindelijk zorgen dat we jullie als samenleving, dat we elkaar verder helpen. En als laatste wil ik jullie daarom vragen. Ik ga jullie nog een laatste vraag stellen. En voordat ik het jullie vraag, wil ik jullie eerst vragen, kijk nog eens naar links en kijk nog eens naar rechts. Kijk nog eens naar voren en kijk nog eens naar achter. Want als ik jullie vraag om vanuit jouw positie, wil jij komend jaar een bijdrage leveren om met elkaar een topprestatie te leveren, wat is daarop je antwoord? Ja. En dat was een beetje een zesjes. Graag, wat is jullie daarop antwoord op een niveau 10? Ja! Dank jullie wel.